Hallo beste kijkers van Oorwereld, welkom bij deze aflevering. Het is de zomer van 2022, we zijn in Kufstein, dus tijd voor een nieuwe treinen in de Alpenregio. We hebben in deze film oude dames, zoals deze achter me, maar ook veel nieuw materieel en vooral veel verschillende kleurvarianten van de Vectrons. Veel kijkplezier! We zijn in Berchtesgaden-Hoppenhof, waar de ET-131 van de Bayerische Regiobahn binnenkomt uit Freilassing. Berchtesgaden is het eindpunt voor deze trein en de machinist maakt kop en voert een kleine remproef uit. Na een kort oponthoud vertrekt de ET-131 weer naar Freilassing, op een landschappelijk zeer interessante lijn via Bad Reichenhall. Tijd om de omgeving van Berchtesgaden te bekijken en zeer zeker de moeite waard is de Königssee. Beroemd is dit meer door het echo van de Königssee. Vanaf onze rondvaartboot speelt een bemanningslid op een vlugelhoorn en het geluid van het instrument wordt door de steile rotswanden weerkaatst. Luister maar! Het mooie kerkje van Sankt Bartholomé. Weer terug op station Berchtesgaden. De vroegere betekenis van het station is nog te zien. De ET-131 komt er weer aan. De BRB is een spoorwegmaatschappij van de Transdev-groep waartoe in Nederland Connection behoort en ze rijden voor het baanland Bayern. De Bayerische Regiobahn heeft in december 2022 deze concessie en dit materieel overgenomen van de Berchtesgadener Landbaan. Afgezien van de opschriften zijn de treincellen niet veel gewijzigd. Zie hier de ET-134 met de opschriften van de Berchtesgadener Landbaan. De ET-133 rijdt Bischofswiesen binnen. De ET-133 en ET-132 in de BLB-uitvoering, de ET-133, gedoopt op de naam Markt Berchtesgaden, is hier in Freilassing te zien. Terug naar de ET-131 in de huidige uitvoering.
Vanuit de lucht wordt het station ook bekeken. De S4 is weer gereed voor vertrek. Het zijn de uitjes staan stop. En we gaan vertrekken. Het zal nog wel even duren voordat deze Flirt 1 de standaard Transdev kleuren gaat krijgen. Van Berchtesgaden naar Bonte Vectrons in Kufstein. De 193-234 van TX Logistic in een camouflagepak. Dit is de tweede off-road lok in een gecamoufleerde kleur. De andere lok is de 193-555 die een rood camouflagepak draagt. En deze schapen vinden de lok wellicht ook apart. Deze 193-266 houdt de vinger aan de pols. De X4E-671 van MRCE rijdt met een goederentrein naar Kufstein en onderweg wordt de ÖBB 1144098 en de Locomotion 185666 ontmoet. Vanwege loknummer 666 heeft deze lok een rode strijping gekregen in plaats van het bekende Locomotion Blauw. Alpenstofzuiger 1144098 heeft rust in Kufstein. De 186-285 en de 186-288 van Railpool in dienst van Rail Traction Company uit Bolzano. Opvallend zijn de nieuwe donkerblauwe wagons in deze trein. De oude dame 139-177 van Locomotion met het oude Locomotion logo. Op de achtergrond rijdt de Eurocity van Venezia Santa Lucia naar München Hauptbahnhof langs. Ter vergelijking zien we de 139-310 met het actuele Locomotion logo.
We verlaten Kufstein en zien de nu ook rangerende 139-177. Dan de MACE X4E702 in dienst van Merck Italia Rail. Vrijlassing met een railjet richting Salzburg, ÖBB en DB materieel naast elkaar. De firma SGL, Schienen- und Güterlogistik, is goed actief in vrijlassing. De V180.13 en de V180.05 zijn een korte trein voor het vervoer van ballast. De V270.09 staat nog even te wachten. De twee V180'ers komen weer terug. Een flinke diesel, deze V270.09. De V180'ers komen nu aan de andere kant van het station binnen. De LF16-203 laat ons nog eens de speciale sound horen tijdens het optrekken. Nu is ook de V270.09 actief met eveneens een korte ballasttrein.
van de DB gehuurde 642-130 in de Salzburg verkeerkleuren. De ET-131 gaat weer op pad naar Berchtesgaden. De 4024-020 komt uit Bad Reichenhall en is op weg naar Schwarzach-Sankt Veit. Weer terug naar Kufstein met de 193-731 van TX Logistic, waar de spoorwegonderneming al haar medewerkers op de lok met de achternaam en de voorletter noemt en hun dank voor hun dagelijkse inzet. De tekst Rail Fanatics is overigens geen graffiti, maar een sticker. De namen van het personeel in detail. 193-256 heeft een hele tijd voor SBB Cargo International gereden. De 193-757 heeft de mooie groene Green Mobility Alliance bestikkering gekregen. Ook deze log is eigendom van leasemaatschappij European Locomotive Leasing, kortweg ELL. De Trax 185-537 heeft lang voor PCT Altman gereden, hetgeen nog onder de TX-bestikkering door te zien is. Wederom terug in vrijlassing. De V270.09 staat nu aan de andere kant van de trein. En de V180'ers rijden op een koopspoor en zijn waarschijnlijk klaar met het werk voor vandaag. De 4024-028 is op weg naar Saalfelden in Oostenrijk. De 642-716 gaat als RX21 naar Braunau am Inn. Twee keer UBB materieel naast elkaar in Duitsland. De 642-716 is een Siemens D0 en is gehuurd van DB Regio in Chemnitz. Deze treinstellen reden normaal op de Erzgebirgsbahn. De 628-623 gaat als RB45 vertrekken naar Salzburg Hauptbahnhof. De 4024-121 komt op het met de 4024-028 bezette spoor binnen en gaat die direct combineren met de 028. Daarnaast komt de Railjet met stuurstandrijtuig 8090-751 voorop doorgereden. Lok 1116-057 geeft geen Railjet bestikkering en valt best wel op binnen dit treinverband.
De tweede duwende log is de 1116-222, die weliswaar in de Railjet outfit rijdt, maar eigenlijk verkeerd om gekoppeld is aan de rijtuigstam. De 1116-202 is goed omgekoppeld aan de stam, zodat de oranje lijn die op de log begint doorloopt op de rijtuigen. Bij deze Railjet is de tweede log weer bijzonder. Het is de 1116-229 in totaal reclame voor zwembadproducent Steinbach. Vanuit de richting Mühldorf am Inn komt de 077-002 binnen met een huisvultrein. De ET-134 komt binnen uit Berchtesgaden. Het treinstel maakt kop en gaat om 16:29 weer terug naar Berchtesgaden. We steken in Freilassing de Salzach over en komen in Salzburg Hauptbahnhof terecht. Daar staat de Spirit of Venezia, een Railjet met Italië-toelating, langs het perron. Dan arriveert de 1116-153 in de nieuwe EAMTC-bestikkering. De EAMTC, de Oostenrijkse Automobiel Motorrad und Tourenclub, is de Oostenrijkse ANWB. De bestikkering staat prachtig op deze torens. De 1116-153 maakt kop in Salzburg Hauptbahnhof. Dat wil zeggen dat de trein van rijrichting gaat veranderen. De 118 van de Oostenrijkse privé-spoorwegmaatschappij Westbahn. Deze Stadler Kis is klaar voor vertrek naar Wenen, naar Wien, Westbahnhof. De andere kopbak van de 118 heet 618. De overgeplaatste 4024-064 van de S-Bahn Oberösterreich is op weg naar Linz Hauptbahnhof. De 1116-284 gaat met een gemengde goederentrein op pad. Opvallend in deze trein zijn de blauwe ERR-ketelwagens. Kort daarna vertrekt er weer een Taurus, nu met een containertrein. Uit Wien Westbahnhof komt de 122 van de Westbahn binnen.
En hier zijn de 622 en de 618 cross-platform te zien in Salzburg Hauptbahnhof. Een bijzondere dubbeltractie komt hier binnen in de vorm van de 1163-006 en de 1163-013. Beide loks zijn op pad naar het rangeeremplacement Salzburg-Gdingel. De 642-084 en de 642-216 zijn op weg van Braunau am Inn naar Freilassing. Even het cabineraam schoonmaken. Dat hoort er ook bij, zeker in de zomer. De 618 gaat op pad naar Wenen via de Westbaan. Tja, zo heet de spoorlijn richting Wenen en heeft eigenlijk niets te maken met de naam van de spoorwegmaatschappij. Uit Salzburg vertrekkend komen we langs containerterminal Salzburg-Liefering, waar twee loks van Metrans voor een containertrein naar Praag staan. De 2070-058 van de ÖBB. In Kufstein zijn een paar zeer zeldzame loks te zien die er normaal niet komen. We beginnen met de 286-940 van LTE en de 193-961 van CapTrain. Voor de LTE-trax is ook nog een zeldzame gast te zien, die we zo meteen nader zullen bekijken. Al deze locomotieven zo bij elkaar te zien is echt wel een hele bijzonderheid. De 1116-217 met de Railjet gaat vertrekken. De tweede lok in deze stam is de 1116-220. De 139-133 naast de 193-811 van VTG Retrak. Deze beelden zijn vrij uniek. Verschillende vectrons naast elkaar. Zo is goed te zien wat een kleur met het voorkomen van een lok kan doen.
de 139, 133 naast de 185, 665. De UWB 1293-034, de VTG Retrak 193-811 met de naam Joule. Met deze line-up is deze aflevering weer voorbij. Bedankt voor het kijken en graag tot ziens bij een volgende aflevering van Eurorails.